In deze aflevering van Kinderen Kijken Naar hebben we op bezoek de heer Stippel. En hij gaat ons meer vertellen over drones. De dames zijn ready, jullie ook? Laten we samen genieten van deze nieuwe aflevering van Kinderen Kijken Naar. We staan hier met meneer Anthony, hij is een bekende dronepiloot en hij gaat ons meer vertellen wat een drone allemaal inhoudt. Meneer Anthony, welkom in ons programma. Hallo. Kunt u ons vertellen wat een drone precies is? Een drone staat bij velen bekend als een vliegobject met 4 propellers en een camera eronder. En het is een combinatie van een vliegtuig en een helikopter dat men heeft gemaakt. En het is best wel makkelijk te besturen. Waarvoor wordt een drone allemaal gebruikt? In de meeste gevallen gebruiken we de drones voor luchtfotografie, in kaart brengen van arealen of events en fotograferen of opnemen. En daarnaast heb je ook anderen die hem gebruiken om races te organiseren of stuntjes uit te halen, mee te doen. Dus je kan er best wel veel mee doen. Wat is belangrijk om te weten als je een drone wilt besturen? Allereerst je veiligheid. Ten tweede, je onderhoud van je drone. Je moet altijd checken als alles intact is. Want bij elk klein, minst en geringste gebeuren, crasht je drone. Als één propeller niet goed vast zit, of als één motor uitvalt, of als je accu zijn tijd al gehad heeft, is het een crash. En elke crash is een gevaar voor jezelf en ook voor anderen. Gaan alle drones met batterijen? De meeste commerciële drones draaien op batterijen. En die van u? Ook. Dat zijn professionele drones, maar het valt ook onder de commerciële drone en draait ook op een accu's. En hoe lang kunt u met zo'n drone gaan voordat het uitvalt? Oké, je hebt drones in soorten. Je hebt kleine drones, je hebt middelgrote en hele grote drones. Hoe groter de drone, hoe meer accu's je nodig hebt. En op een accu van een kleine drone kan je makkelijk een 10 minuutjes opdraaien, max 15 minuten. Op middelgrote, dan zit je al op de 20 minuten. En de grote boys, dan kan je de 30 minuten halen. Het hangt van, natuurlijk ook af van windfactoren en al dat soort andere, wat voor type camera's je gebruikt. Die trekken dan ook iets meer stroom. Dus alles dat je er extra aan toevoegt, verkort je vliegtijd. Meneer Stippel, is dat drone gevaarlijk? Ja, een drone is gevaarlijk. Eén, je kan je makkelijk mee verwonden. Je kan brand veroorzaken. Je kan ook anderen een ongeluk geven. Dus kortom, het is best wel een gevaarlijk object, vliegtuig. Is dat de reden waarom oudere mensen geen drone, tussen aanhalingstekens, voor jonge kinderen recommenden? Wanneer je een drone koopt, staat het ook aangegeven. Een drone is vaak vanaf 14 jaar en ouder. Het is niet aan te raden om een drone voor een jonger kind te kopen. Als die drone bij wijze van praten tegen je oog aankomt of anywhere aankomt, gaat het je sowieso verwonden. Dus het is niet raadzaam om een drone voor kleine kinderen te kopen. Hoe zwaar is een drone precies? Dat hangt er vanaf. Je hebt, wat ik al eerder zei, je hebt kleine drones van een paar grammen. Maar je hebt ook drones die kilo's wegen. Dus je hebt gewoon verschillende soorten type drones. Meneer Stippel, als ik bijvoorbeeld een drone had gekocht en ik weet niet wat ik moet doen, hoe zou ik precies moeten beginnen? Wat is de eerste stap? Oké, allereerst begin je door je manual, je handleiding door te nemen. Daarin staan alle veiligheidsvoorschriften, wat je moet doen, waarop je moet letten. En daarnaast, dan als het een minder professionele drone is, dan in de meeste gevallen is hij makkelijker te vliegen. Je kan er niet hoog mee gaan, ver mee gaan, maar het besturen is het allerbelangrijkste bij de drone. Waarvoor zijn de controls? Je hebt 2 soorten controls. Je hebt eentje om omhoog te gaan, je hebt eentje om omlaag te gaan, je hebt eentje om over je as te draaien, eentje om links, vooruit, achteruit, naar rechts. Dus onder begeleiding zou ik dat eerder aanraden. Maar goed, je hebt mensen die toch snel kunnen leren door er gewoon te kijken. Maar daarnaast, bij de iets duurdere drones, heb je dan ook een simulator. En daarin kan je ook oefenen zonder je drone
in het echte vliegen. En wanneer je dat onder de knie hebt, dan kan je dan overstappen naar je drone. Want je wil je drone niet crashen. U zei daarnet iets van als het geen professionele drone is. Wat verstaat u onder een professionele drone? Oké, een professionele drone vliegt nauwkeuriger. Het heeft vaak duurder apparatuur op, duurdere camera's. Het is gewoon duurder. En de mindere drones, die kan je vaak niet buiten vliegen. Vaak niet buiten vliegen. Die zijn kleiner, lichter. Die kunnen toch even tegen een crash, minder onderhoud. En de meeste wel, ja, goedkoper. Gewoon stukken goedkoper. Oké. Bijvoorbeeld als uw propeller kapot is, hoe wordt dat vervangen of moet u dan een nieuwe kopen? Oké, een propeller vervang je in de meeste gevallen bij schade. Of als je heel lang meegevlogen hebt. Een propeller dien je voor elke vlucht te controleren. Hij moet in balans zijn. Hij mag geen schade hebben. Want propeller is het allerbelangrijkste van je drone. Een kleine schade aan de uiteinde kan maken dat je drone instabiel gaat vliegen. Hij gaat minder goed. En het moment dat hij instabiel wordt, dan kan je makkelijker tegen iets aankomen of crashen. En dat wil je niet. Dus in de meeste gevallen moet je reservepropellers hebben. En als je merkt dat voor je vlucht dat een propeller beschadigd is, moet je die verwisselen. Hoe lang is een drone ongeveer houdbaar? Drone, ja, er is niet echt een tijdsduur aan verbonden. Het is, je moet hem gewoon goed onderhouden. Een auto heeft geen tijdsduur, zolang je hem onderhoudt blijft hij goed. Dus is alles nog intact, dan kan je hem gebruiken. Zou u ons dan een demonstratie kunnen geven? Ja, natuurlijk. Kom maar mee. Dan laat ik je zien. Dit is een iets kleinere drone. Je hebt een... deze kan je openklappen. Dus waardoor hij makkelijker is om hem te vervoeren. En je hebt je lens waarmee je dan de foto's kunt schieten. Ja, dit is een geavanceerdere drone met heel wat snufjes. Dit ziet er echt gevaarlijk uit. Ja, je ziet zelf. Is het scherp? Ja, het is heel scherp. Wow. Hana, hij draait gemiddeld 16.000 omwentelingen per minuut. Wow. Dus dan heb je al een idee hoe snel zo'n propeller draait. En je merkt, hij is heel scherp, heel dun. Kan je vinger gewoon snijden? Dus? Ja, dat kan. Als je een beschadiging hieraan hebt, die rand, dan gaat het maken dat je drone instabiel gaat vliegen. Hij gaat heel erg veel schudden en gaat niet recht blijven staan. Ja? Dit is je accu. En je accu heeft dan ook een levenstijd en die haal je dan weg. Ja? Heeft het een soort sein, zodat u weet wanneer het low is ofzo? Ja, dus dat krijg je ook. Je krijgt alle meldingen. Heeft ook sensoren. Dat mocht er een object voor je drone komen, dan stopt die ook automatisch. Zodat je er niet tegenaan kan komen en dan gaat hij automatisch omhoog. Ja, en dan vliegt hij erover. Vlieg je bijvoorbeeld over het water of noem maar op, dan heb je dan ook sensoren aan de onderkant. Ja? Ze gebruiken dezelfde techniek als vleermuizen gebruiken. Ja, dus hij stuurt een signaal en dan komt dat signaal terug en dan kan hij dan zo de afstand, de hoogte berekenen. Dat zijn de iets geavanceerde drones. De goedkopere drones, dus de minder commerciële drones, die hebben dit soort opties niet. Ja? Hoe de zon zo fel is de laatste dagen, is het raadzaam dat je je drone dan bestuurt en laat bijvoorbeeld voor 4 uren of wat in de zon? Kijk, allereerst, ja, je kan een half uurtje vliegen. De zon maakt niet zoveel uit. Je vliegt hem eerder in de zon. Dan in de regen. Het is elektronica, dus niet raadzaam in de regen te vliegen. Je vliegt zolang je zicht hebt en je het veilig kan doen, mag je vliegen. Ja. Hoe ver vliegt zo'n drone ongeveer? Oké, bij de betere drones, dan kan je afstanden overbruggen van 4 tot 5 kilometer. En bij de minder goede drones, de goedkopere drones, dan praat je over 10, 20 meter. Dus je betaalt letterlijk voor de techniek. Ja, hoe duurder de drone, hoe groter de techniek, hoe beter de techniek, hoe stabieler en hoe betrouwbaarder.
Ik zag ergens dat er een pakketje werd geleverd met een drone. Kan dat? Ja, dat kan. In Amerika, als ik het goed heb, heeft men een testproject dat men pakketjes wil leveren. Je hebt ook in andere landen dat men hulpdiensten verleent bij aanrijdingen met drones. En dat zijn weer ander soort drones die gewoon geprogrammeerd worden en op GPS-punten. Dat kan je met deze ook doen, maar ja, ik heb daar geen ervaringen mee. Dit is jouw je besturing. Ja, je remote control, zoals men het kent. En voordat je je drone gaat besturen, is het raadzaam om altijd eerst je remote control aan te doen, vervolgens je drone. In de meeste gevallen maak men eerst de drone aan en dan pas de remote control, maar het is raadzamer om eerst je afstandsbediening aan te doen en dan je drone. En wanneer je hem aan hebt, ja, dit is een model waar de monitor is ingebouwd. Je hebt ook modellen zonder, dus het varieert. Ja. We hebben de afstandsbediening aan, de remote control. En nu gaan we de drone aandoen. Oké. Vele mensen doen hun drone aan in een onveilige situatie. Of een onveilige plek. Het is altijd raadzaam om je drone op een plek te plaatsen dat recht is. En vrij is van obstakels. Zoals je ziet staan we nu onder een tent. Dus het is niet raadzaam om je drone hierop te starten. Waarom? Wanneer je drone opstaat, dan maakt hij wat GPS-punten. En als er wat mag gebeuren, vliegt hij automatisch terug. En mocht er een obstakel zijn, dan gaat hij daar tegenaan vliegen. Met het gevolg dat je drone stuk gaat. Dus in dit geval gaan we de drone opstarten. We gaan hem op een veilige plek doen en dan starten we hem op. Ja? Je moet niet bang zijn. Oké. We doen hem aan. Zoals je ziet is het een veilige plek. Er is niets hier. Dus mocht er wat gebeuren, dan kan ik hem terugroepen. Dat hij terug naar dit punt komt. Dus dat is het leuke van de drones. De betere drones. We gaan hem opstarten. Hij is opgestaan. Zoals je ziet heb je meteen beeld van je camera. Ja, hij staat hierom. Mm-hmm. En je hebt hier je GPS-punten. Ja, kijk. Mm-hmm. Het geeft precies aan waar we staan. Ja. Hij geeft aan, het is een kaart. En dan overal in de wereld geeft hij je locatie aan. Ja, zie je? Zuid-Amerika. Ja? Oké, we gaan terug naar het beeld. En dit is hem. Oké, altijd op een veilige afstand. Ja? En we gaan hem opstarten. Ja? En je kan jezelf zien. Ja, en daar ben je in beeld. Ja, je hoort een pieptoon, maar dat zijn de sensoren. Omdat die aangeeft dat er binnen 15 meter objecten zijn. Dus als ik naar voren zou vliegen, gaat die automatisch stoppen en over ons heen gaan. Ja? En daar gaan wij. En go. Wat is zo'n snelheid? Oké, dat verschilt weer van drone tot drone. Deze moet een snelheid hebben van, ik dacht, 60 tot 70 kilometers per uur. En je hebt dan iets grotere drones. Die harder kunnen. Ja? En dan heb je hier. Het is zo mooi. Jouw beeldmateriaal. Als u misschien soms baalt, maakt u dan shots van Suriname, van bovenuit? Ik heb
om het zo te zeggen, bijna het hele land van boven gezien. Ik drone haast elke dag. En ja, ik ken Suriname van boven. Dus het is nu een hobby? Of is het een sport? Nee, het is ja, je werk. Ja, hobby zal ik niet meer zeggen. Omdat het al zo een... ja, het is gewenning. Het is niet spectaculair meer voor mij. Tenzij er echt iets extreems mocht gebeuren. Dat je kan zeggen van oké. Dit is hem. Je ziet het. Hij is helemaal... hij vliegt helemaal op GPS. Ik doe niets. Hij blijft gewoon daar staan. Wat er ook mag gebeuren. Ja, dus ik kan je hem ook leren vliegen. Als je wil kan ik dat meteen doen. Hier, dus je zet je duim hier op. Uh-huh. Ja, beide duimen. Uh-huh. Ja? Oké, hier ga je naar links. Ja? Kijk op je scherm. Als je kijkt, dan ga je naar links. Kijk, hè? Dat heet bij beweeg. Dus naar links. Dan mag je naar links gaan. Wow. Ja? Oké, dan mag je los. Dan mag je weer naar rechts. Ja, zie je? Dus alles beweegt. Oké, dan mag je hem rusten. Dus wat rustiger, niet te veel. Je kan naar voren gaan en dat doe je hier. Naar voren. Ja. Oké, en dan stop je hem. En dan mag je terug naar achteren, naar beneden. Oké, genoeg? Dus nee, je moet hem blijven houden, ja? Oké, merk je verschil? Ja. Oké, en dan hier draai je om je as. Dus nee. Naar rechts. Je mag rustig naar rechts dan. Zo mooi. Ja, en dan heb je Paramaribo in beeld. Is echt mooi. Boy. Zo cool. Kijk ja? De camera is aan die kant. Ja? Zoals je ziet heb je hier dan je indicator van je batterij. Mm-hmm. Dus je kan nu nog 12 minuten vliegen. En op het moment heb je een punt. Voordat hij leeg mag lopen, mm-hmm. gaat hij je dan melden en dan gaat hij automatisch terug hier naartoe vliegen. En hoe komt hij dan naar beneden? Als je naar beneden doet, dat is eigenlijk de tricky part. Dus hier, dat is hier omlaag. Maar je mag hem niet te gauw weer doen, want anders valt hij ook uit de lucht. Mm-hmm. Dus vandaar dat het raadzaam is om wat lessen te volgen alvorens je mm-hmm. een goede drone, een professionele drone gaat besturen. Bij de goedkopere versies, vaak landt die gewoon uit zichzelf en dan is hij ook gemaakt dat hij mag vallen, maar deze niet. Dus ik zou iemand kunnen spijen met een drone? Ik zeg niets. Ja? Ja. Okay, dan gaan we hem terughalen. Cool om te zien. Dichterbij. Wow. Ik zit zo'n ding aan. Wat zei je? Ja, hij verplaatst heel. Ja, hij verplaatst heel veel wind. Het is een combinatie van een helikopter en een vliegtuig. Ja, goed. Wees gerust. Yes. Dan gaan we nu een andere pakken. Dan ga ik je een nog grotere laten zien en een nog betere die men in de filmindustrie weer gebruikt. Dit is een Inspire 1.0. Het is een drone die als hij de lucht in gaat, dat zijn poten omhoog gaan en dat je gewoon een 360 graden view opname kan doen.
Je hebt geen belemmeringen. Bij de vorige drone kan je alleen van de voorkant uit filmen. Je kan omhoog, omlaag, maar je kan niet links en rechts. Als je links en rechts wil gaan, dan moet je je drone zelf om je as draaien. Dit is een drone dat bestuurd kan worden door twee piloten. De ene vliegt en de andere bestuurt de camera. Je kan het ook in je eentje doen, als je die ervaring hebt. Maar soms aan de hand van het werk heb je dan twee piloten nodig. Hij is stukken groter dan de vorige. Dus sowieso zwaarder. Ja, hij is ook zwaarder. Hij is ook stabieler. In die zin dat hij in een hardere wind zou kunnen vliegen. Hoe lichter je drone, hoe moeilijker het wordt bij harde winden. Ja? Dit gebruikt men vaak langs de kust. Want daar heb je hele sterke winden. Dan is het raadzamer om zo'n drone te gebruiken. Is het zwaar? Ja, lijkt zwaar. Goed voelen. Nee, hier. Het is echt zwaar. Nee, het is niet zo zwaar. Dat was het weer voor deze aflevering van Kinder Kijken Naar met meneer Stippels. Meneer Stippels, dank u wel. Dag gedaan. Tot de volgende keer. Doei! We will for us and for